Welkom bij de house tour van ons huis in Portugal. Dit is terras. Er is een zalig zicht op zee. Bij van San Martín de Porto. En ik ga je even meenemen naar binnen. Hè. Dit is de woonplaats. Dag Remoris. Dag Deborah, mama. Dus zoals je kunt zien, zetel, televisie, boeken. Zelfs een verrekijker, allemaal ter beschikking voor jullie. Als je hier bent, geef zeker de plantwater. Het is de keuken met alles erop en eraan. We hebben oven, microgolfoven, afwasmachine. We hebben een toaster, een snelkoker, we hebben een espresso, we hebben een koffieapparaat. En we hebben eigenlijk alles wat je moet hebben. Borden, etc. Glazen, bestek. Dus als je hier huurt, is uiteraard allemaal inbegrepen en ben je eigenlijk echt super hard op je gemak. Op het eerste verdieping hebben we ook nog een toilet. Hier. Voilà, toilet. Net gebruikt. Twee goed toilet. Je moet meenemen naar beneden. En beneden zijn de drie slaapkamers en de badkamer. En uiteraard ook ons zwembad. En dat is langs hier. Mooie kunstwerk is opgehangen. Ik denk dat ik jullie eerst van al ga meenemen naar buiten. Dat ik nog eens ons huis kan tonen. We hebben de tuin ook aangelegd. As you can see, hier een mooie yucca gezet. Trouwens, vandaag vertrekken wij, dus het is vanaf nu eigenlijk open voor verhuurders. Volgende week komen de eerste mensen al langs. As you can see, our beautiful house. Dus kijk, boven hebben we de living. Maar beneden hebben we ook nog van alles. Belangrijke dingen uiteraard. Olijfbomen, onze voortuin. En dan kom je hier binnen in ons huis. Het is eigenlijk heel simpel. Aan de linkerkant zijn de slaapkamers, aan de rechterkant is de badkamer en dan is daar rennen de tuin. Een parlofoon. We hebben ook een berging waar de surfkamp aan je staat en alle dingen om je te amuseren op het strand. Dit is de eerste kamer. Elke kamer heeft ook airco. Elke kamer heeft ingebouwde kasten waar je al je grief in kwijt kunt. Ik heb hier ook een fantastisch ding gevonden in België. Het staat nog in Belgische frank. Ik had letters om de tekst aan te passen, maar ik vind het eigenlijk wel leuk voor koude en warme gerechten. Ja, boonjas, wat. Radiootje. Je kunt eigenlijk via het terras naar de andere kamers, maar laten we via de gang gaan. Saudade, mooi Portugees woord. Dit is de tweede kamer. Opnieuw met ingebouwde kasten. En we hebben allemaal tuurbedden. En daar hebben we onze opladers van tuur. En tuur zijn eigenlijk duurzame bedden gemaakt in België. En het is wel tof dat we zo'n goede kwaliteitsvolle bedden kunnen aanbieden. We hebben hier wat prullen, wat boeken. Ugly Belgian Houses uiteraard. Kokkels die we samen hebben opgegeten. Foto's van ons. En dan de laatste kamer, die is ietsje groter. Ook opnieuw met ingebouwde kast, ingebouwde laders en lampjes, as you can see. Wat foto's, wat decoratie. Dit is trouwens, dit is trouwens heel gekend hier, de penische tekensverhalen is op zoek als je hier bent. En dan gaan we nu naar de badkamer. Deze kast is trouwens privé, wij gaan hier spullen laten. Super handig dat wij niet telkens alles moeten meepakken dus. En dit is de badkamer met een lekkere regendouche. Alles erop en eraan. Haardroger, stijltang, weegschaal, toilet, droogrek. En dan gaan we via deze gang. Waar dat ook nog berg is, waar we het strand aan toe liggen en zo. En de extra lakens en de wasmachine. En al het kuisgerief en de strijkplank en strijkijzer. Stofzuiger, niet mijn ding hier. Ga je naar de achterkant. Hier staat onze surfplank. Onze zonnebedden, paraplu. Daar zie je dat de tuin van voor langs hier doorloopt. Dat is trouwens ons zwembad. Stofzuiger onder mij mag erop zitten. En hier is ons zwembad. Heel veel plezier van gehad, het zwembad. Ray heeft zich te pletter geamuseerd.
En daar is de oprit. Die wij eigenlijk heel vaak gebruiken als zonneterras ook gewoon omdat ja, het is zo groot, ik gebruik die niet. En we gaan met tijd gaan we die nog aanpassen dat het meer als tuin aanvoelt. We hebben echt geen zo'n oprit nodig. Maar het was verplicht van de gemeente hier. En hiernaast staat er nog niks. Misschien komen we binnen een paar jaar hier ook huizen, maar nu momenteel hebben we nog een heel mooi zicht. Achter ons zijn wel mensen, maar die zitten meestal aan het strand of in een zwembad vooraan, dus die zie je bijna nooit. En achter ons wonen ook mensen, maar daar heb ik ook geen last van. Het zijn eigenlijk allemaal vrij vriendelijke mensen hier. En de huizen zijn ook af en toe verhuurd. En de huizen zijn ook af en toe verhuurd. Dus voilà, dat was de rondleiding in Casa Alma Rey. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je het mooi vond. En als je het wilt boeken, gewoon naar de Instagrampagina gaan. Casa.almaray. Vind je alle info, mooie foto's. En dan kan je boeken via, via onze website. Dada! En wij gaan nu vertrekken. De auto staat klaar, terug naar België. Bye bye! Bats ma kumba, oh ba. Bats ma kumba, yeah yeah. Bats ma kumba, oh ba.